Voorzitter, het is altijd moeilijk om een aantal punten uit zo'n resolutie te lichten. Het wordt al gauw een kerstboomachtige resolutie. Maar de rapporteur heeft voortreffelijk werk verricht. En de punten die hij zojuist aanhaalde, zoals de doodstraf, die natuurlijk inderdaad gewoon een absolute prioriteit moet blijven in alles wat wij doen op het gebied van mensenrechten. Zeer juist dat hij dat aanhaalt. Ook de vervrouwelijking van het debat over mensenrechten vind ik een belangrijk onderwerp en is al veel te lang onderbelicht gebleven. Zeker als het gaat om Human Rights Defenders. Mijn fractie gaat niet zo ver dat we ook seksistisch taalgebruik op dat punt willen aanpakken. Ik denk niet dat je dit soort problemen oplost met een soort newspeak en politieke correctheid. Maar zeer terecht dat het probleem op de agenda is geplaatst. Hetzelfde geldt voor kinderen. De resolutie zegt een aantal zeer goede dingen daarover. En ik verwijs met name naar de tekst over kindersekstoerisme. Met een aantal andere Europarlementariërs zijn we een actie begonnen, nu al ondertekend op het internet door meer dan 37.000 mensen. Nog steeds gaan iedere week honderden Europese mannen op het vliegtuig naar Zuidoost-Azië, naar Latijns-Amerika, naar Afrika, om daar kinderen, soms kleine kinderen, te misbruiken. En het wordt echt de hoogste tijd dat daar vanuit Europa actie op wordt ondernomen. En ik ben ook blij dat deze commissaris hier nu zit, want het is nu juist commissaris Barrot geweest die op dat punt zijn nek heeft uitgestoken. Met een aantal zeer goede voorstellen is gekomen en ik vind dat een belangrijk signaal. Mensenrechten blijven toch een beetje het stiefkindje van het Europese buitenlands beleid. Als je naar het buitenlands beleid kijkt, dan komt toch steeds weer handelsbevordering en dergelijke op de voorgrond staan. Ik vind dat mensenrechten toch een steeds duidelijker prioriteit moeten geven. Ik zou met name de commissie op willen roepen om het punt van de internetcensuur meer aandacht te geven. Er is een initiatief geweest van parlementariërs uit de vier grote fracties hier voor een Global Online Freedom Act, gebaseerd op de voorstellen zoals die ook in het Amerikaanse congres liggen. Ik heb begrepen dat een aantal commissarissen, zoals mevrouw Reding en mevrouw Ferrero-Walter, daar ook belangstelling voor heeft getoond. Ik hoop op dat punt werkelijk dat wij concrete voorstellen gaan krijgen. Want boter bij de vis leveren is belangrijk als wij ook onze Europese identiteit voor mensenrechten en democratie willen uitdragen.